gemeente Sliedrecht is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Die beslissing willen wij niet zelf maken, maar samen met jou. Daarom trokken onze raadsleden de straat op om te vragen wat inwoners zoeken in een nieuwe burgemeester. Dank u wel, mag ik u iets vragen? Woont u in Sliedrecht? Ja. Goedemorgen. We staan hier vanuit de gemeente Sliedrecht omdat we op zoek zijn naar een nieuwe burgemeester, burgervader of moeder. En het is dan zaak dat alle mensen, want u komt uit Sliedrecht, toch? Oké, ja, dat is wel belangrijk. Dus het is zaak dat zoveel mogelijk Sliedrechters dan de enquête invullen. En dan kunnen we op basis van de input die alle Sliedrechters geven, kunnen we dat dan gebruiken met de profielschets. En dan kunnen we op die manier op zoek naar de ideale burgemeester voor Sliedrecht. Als u misschien kunt invullen, dan zou dat geweldig zijn. Nieuwe burgemeester van Sliedrecht moet een vrouw zijn, anno 2020. De nieuwe burgemeester is geen lid van het CDA, ChristenUnie, D66, Partij van de Arbeid, SGP en VVD. De reden? Zij moet met openheid en eerlijkheid en zonder druk of ballast van het verleden kunnen werken. We moeten het verleden definitief een afscheid nemen.